Goedenavond allemaal, welkom op de persconferentie na de wedstrijd tussen Dender en Standaard. En we beginnen met de trainer van de bezoekers, met Ivan Leko. Ivan, wat is jouw analyse? Eerst en vooral proficiat met de overwinning. En wat is jouw analyse van de wedstrijd? Thank you very much. First for congratulations. I think I'm very pleased. I'm very happy because we won the game against one good opponent. One opponent who was leader and who was deserved leader. Maybe small name when you see Dender, but when you see them playing first six games, you really enjoy, you like it. One team who has power, who has intensity, who has organization, automatism. And we knew it that it will be really difficult for us, because also our preparation was different probably than their preparation. We had five internationals, we had two, three new players. So it was tricky. Boys were working really, really well last 2 weeks. And this is for what I said before the game, this is actually our new start. Now team is complete, we still have 24 games. First game we won, now 23 to continue, so it's a lot of, I'm happy with the squad. Now, if somebody said to me 1st July that we will have this squad, I will not believe in our situation, but we did a lot of effort, everybody in the club, and now is to continue to work. Today the game was how we expected, that opponent will be aggressive, with a lot of bodies in the box, around the box, set pieces, transition, and we need to be calm, waiting for our moments. I think that despite of huge difference in ball possession, but I think that we had more chances, that we are deserved winners today. Oké, dankjewel. Ja, Vincent, het was een dubbeltje op zijn kant en vandaag is het dubbeltje langs de verkeerde kant gevallen voor Dender. Ja, first of all, Ivan, congratulations on the win. Ja goed, ik denk dat we de wedstrijd gewoon niet goed beginnen. Hè. Er is één ding wat je niet mag doen tegen Standaard, denk ik, en dat is op achterstand komen. Ik denk dat een vijfde clean sheet is. Als ik me niet vergis, op zeven wedstrijden. Verdedigend, ontzettend stevig team. En wij geven gewoon veel te makkelijk een penalty en een doelpunt weg. We staan in organisatie, één bal in de rug van de verdediging en een penalty in onze eigen box. Dus daar moeten we absoluut beter in worden en heel snel uit leren. Ik vind wel dat we daarna tussen de 1-0 en de 2-0 ontzettend goede momenten hebben gehad aan de bal. Waar we met hoog tempo, zelfs tegen een stevig georganiseerd blok, toch de ruimtes hebben gevonden en progressie hebben gevonden tot in de box. Alleen dan zijn er weinig ruimtes en moet je een moment hebben van topkwaliteit of individueel of een goede connectie om tot een kans te komen. En daar hebben we een paar keer pech gehad dat de bal net niet goed viel, denk ik, in de 16 meter. Heel veel boxentries, maar vrij weinig kansen. En dat is ook de verdienste van Standaard, die momenten heel goed verdedigt. En goed, ik denk dat de 2-0 ons een beetje doodmaakt. We zijn blijven de bakens verzetten, we zijn er blijven voor gaan. Maar uiteindelijk nog de kans van Desmond, denk ik, in 3 minuutjes voor het einde. Maar het mocht niet zijn. En we hebben op die 2-3 momenten zijn zij heel matuur geweest en heel efficiënt afgewerkt. En op basis daarvan verdienen ze ook om de wedstrijd te winnen. En nogmaals, wij moeten leren uit onze fouten en verder werken richting volgende week.